Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In de video van vandaag ga ik wat dingen schoonmaken in huis, wat moet gebeuren, om jullie schoonmaakmotivatie te geven voor de kerst. Deze komt dan wel pas 23 december online, want dat is een zaterdag, maar wel in de ochtend, dus ik hoop dat jullie dan nog de laatste kerst schoonmaken moeten doen als je bijvoorbeeld familie op bezoek krijgt. Of niet natuurlijk, als je gewoon je huis netjes wil maken. Dus ik dacht, ik maak er een soort kerstige clean with me van. Ik zal er kerstmuziek onder zetten, zodat jullie een beetje in de stemming komen. En de laatste dingen schoonmaken net iets leuker wordt. Zoals je aan mij ziet, mijn haar super vettig. Geen probleem, want je wil de haar ook pas netjes hebben met de feestdagen. Dus die zal ik ook pas straks gaan wassen. Want met schoonmaken krijg ik het altijd warm. Zeker nu ik zwanger ben, een soort van workout. En daarbij gelijk zeggende, doe ik het iets rustiger aan dan de voorgaande jaren. Ik ga niks heel erg deep cleanen. Ik ga gewoon meer alles een beetje aanpakken. Iets oppervlakkiger, zodat het gewoon heel mooi uitziet of opgeruimd en schoon. Maar ik ga dus niet echt iets super deep cleanen. Behalve de keuken, daar wil ik wel even alle kastjes afnemen van buiten. Dat is ook heel erg nodig. En dat is ook iets wat jullie misschien allemaal wel even kunnen doen voor de kerst of juist na de kerst. Ligt er even aan wat je zelf fijn vindt. Want die worden toch wel best wel vies. En je bent natuurlijk veel in de keuken bezig, normaliter, met kerstmis. Dus ja, ik ga de intro ook niet langer maken dan nodig, want ik ben wel lekker buiten adem als ik lang moet praten. Dus ik hoop dat jullie heel veel motivatie kunnen gebruiken. Ik ga snel aan de slag. Ik neem de buitenkant van de keukenkastjes gewoon af met de Marshalls Green Soap allesreiniger, een microvezeldoek en ik droog deze ook na met een microvezeldoek speciaal voor glas. Ik vind dat zelf heel erg prettig. Kan ook een gewone microvezeldoek zijn, maar dat nadrogen, dat is echt heel fijn, want daardoor krijg je geen strepen op de kastjes. Ik heb zelf matte kastjes, maar als je glanzende kastjes hebt, dan is het zeker belangrijk om het na te drogen. Maar ik zou dus niet per se weten hoe je die het beste schoonmaakt. Ik zou dan zelf nooit voor kiezen, want je ziet de vingervlekken overal op. Dus ik zou dan liever voor matte kastjes gaan. Maar ja, als je toch glanzende kastjes hebt, ik denk dat je met nadrogen het ergste al kunt voorkomen. Maar misschien moet je dan even nog op YouTube zoeken naar iemand die glanzende kastjes heeft. Ook heb ik in ieder geval de buitenkant van de oven even gedaan en dit richeltje tussen de oven en de koelkast. Daar valt nog wel eens wat doorheen en dat blijft dan daarop liggen. En het was echt best wel vies, dus dat laat ik je dadelijk ook zien op het doekje. De binnenkant van de oven heb ik een paar dagen later gedaan, maar heb ik het niet voor jullie gevlogd, want dat heb ik al online staan. En dan kon ik even wat makkelijker door. Maar de oven gaan we natuurlijk weer veel gebruiken tijdens de kerstdagen. Ik laat ook even zien dat de kastjes daadwerkelijk vies zijn, want anders denken jullie dat ik een schone keuken aan het schoonmaken ben. Dat zou ik niet doen, dat is een beetje onzinnig. Maar ik was aan het vertellen dat je de oven vaak gebruikt met kerst en dan is het wel fijn dat die schoon is. Dus dat heb ik met die van ons ook gedaan, maar dat heb ik dus helaas niet voor jullie op beeld. Maar mocht je op zoek zijn naar hoe ik mijn oven schoonmaak, dan zal ik die video nog even linken in het i'tje. Ik heb het krukje waar ik net op stond nu ook gebruikt om op te zitten, om de onderste kastjes goed schoon te kunnen maken. En dat is een stuk fijner wanneer je zwanger bent. Maar ik kan me ook voorstellen als je niet zwanger bent,
dat het chiller is dan steeds door je knieën gebukt te gaan. En eigenlijk is het helemaal niet zoveel werk om de buitenkant van de kastjes even af te nemen. Maar de keuken ruikt een stuk frisser en ziet er dan ook gewoon net wat netter uit. De plinten heb ik dit keer niet gedaan, omdat ik dat echt te diep vond. Dat lukte me gewoon niet. Maar normaal gesproken zou ik die wel afnemen. Dus dat is de reden dat je me hier niet ziet doen, omdat het echt te diep is. Dat doe ik wel weer wanneer ik bevallen ben. Christmas is coming. Staying up late looking out the window. Some sleigh rides and some jingle bells. Tell all your brothers, sisters, mama and papa too. Ik heb ook de afzuigkap even afgenomen met de Method roestvrij staalreiniger. Ik weet niet wat dat is met die kap daarboven, maar dat rechte stuk, ik krijg dat dus nooit streepvrij. Terwijl de bovenkant en de zijkant van de wasemkap, dat lukt wel, de afzuigkap. Maar die koker zeg maar niet. Geen idee waarom, ik heb het ook opgegeven, ik vind het helemaal prima. Ook neem ik het raampje even mee daarnaast, want dat wordt toch wel snel vet, omdat de kookplaat daar natuurlijk in de buurt is. Dus dat was ook weer even goed om te doen. Ik raak tijdens het schoonmaken ook een soort van afgeleid, want dan ben ik bezig en dan denk ik, oh ja, het koffieautomaat is iets vol, dan moet ik leegmaken. En dan denk ik, oh, kan ik net zo goed meteen schoonmaken. En vervolgens komen er steeds meer taakjes op mijn lijst. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, volgens mij heb ik doodleuk aan het begin gezegd, ja, ik ga niet deep cleanen, bla bla bla. Maar vervolgens ben ik dadelijk de bank weg aan het schuiven, of ja, heb ik laten wegschuiven en ben ik daaronder aan het schoonmaken. Ik weet niet of het ook zo is, maar als ik eenmaal bezig ben, dan moet opeens ook alles weer helemaal goed gebeuren. Geen idee. Misschien is het ook wel mijn nesteldrang die het wat erger maakt. Maar ik dacht, nou, dan is die koffieautomaat ook weer schoon. Maar dat is wel van die extra dingetjes die ik oorspronkelijk niet op mijn lijstje had staan. Wat ik bijna vergeten was, is onderaan de kastjes, van de bovenkastjes zeg maar, de onderkant daarvan ook even schoon te maken. Dus dat heb ik bij deze ook nog even gedaan. De afwasbak, noem ik het maar even. Ik kom even niet op de naam, jongens. Die doe ik met de Pinkstof reiniger. Kijk even of je het zelf prettig vindt. Ik heb niet het idee dat die krassen maakt. Sommige mensen zeggen van wel. Ik zeg het er liever gewoon even bij. Maar ja, ik heb dat niet echt gemerkt. Er zitten wel krassen in onze afwasbak. Maar ja, die komen er ook in gedurende gebruik. Het is ook niet de hoogste kwaliteit die daarin zit. Maar verder helemaal prima. Dus ja, dan weten jullie dat. En ook dit stond eigenlijk niet op mijn lijstje, maar ja, ik zag hoe vies die was, dus ik wilde het toch ook weer schoon hebben. En als het stinkt in je keuken, kan het heel vaak zijn dat het daardoor komt, door je afwasbak. Dus maak die dan eens goed schoon en laat er een reiniger doorheen lopen. En wellicht is die geur dan ook weg uit de keuken. Want dat is wel iets wat veel mensen vergeten om schoon te maken. Singing on this.
Dan heb ik ook van de Pink Stuff deze schuimende reiniger. Ik gebruik dat niet altijd, maar als ik hem grondig wil schoonmaken, vind ik deze heel fijn. En normaliter gebruik ik gewoon een wc-reiniger van Ecover of Masters Green Soap. Maar dit schuim zorgt ervoor dat ook echt dat aangekoekte onderwater, een soort van, ja, ik weet niet wat het is niet echt kalk, maar zo'n bruinige aanslag, die wordt daar heel goed mee opgelost en kan ik daarna heel makkelijk verwijderen. De wc zelf spreek ik helemaal in met een desinfectie en reiniger. Dus niet alleen een desinfectie, maar dus ook een reiniger. En de spiegel neem ik even af en ik vergeet soms dat ik een dikke buik heb, want dan duw ik het statief van de camera weg. Ik vond het wel grappig om dat erin te laten. Dat is me echt een aantal keer gebeurd. Vooral hier op de wc, want dat is best een onhandige ruimte om te filmen voor jullie. Dus ja, ik dacht ik laat erin. En ook dit ventilatortje, dat doe ik even afstofzuigen, zodat al het stof daar ook weer weg is. Niet alle wc-brillen kunnen dit, maar de meeste tegenwoordig wel. Die kun je dus losklikken. Dus mocht je dat nog niet gedaan hebben, zeker aan te raden, want het is veel makkelijker schoon te maken. En je komt er echt goed bij. Dus ja, bij mij zet er een knopje op, als ik die ingedrukt houd, dan kan ik de wc-bril eraf halen. En dan kun je hem heel makkelijk schoonmaken. Dus ja, mocht je nog nooit gekeken hebben of je wc dat heeft, dan is het zeker nog een tip om te doen. Want je zult verbaasd zijn hoeveel vuiligheid daar onderin verzamelt. Maar nogmaals, niet alle wc-brillen kunnen dit. Dus kijk even of die van jou dat kan. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here. Underneath the Christmas light. Ik heb op de wc altijd zo'n amberblokje liggen, of altijd. Die heb ik met mijn verjaardag cadeau gekregen van mijn zusje. Dus ja, die heb ik nu gebruikt. Maar die moet je soms een beetje afschaven om de geur weer opnieuw te activeren. Dus dat ben ik bij deze aan het doen. En ik gooi dat dan altijd in het prullenbakje. Ik heb daar een nieuw zakje in gedaan, maar niet gevlocht, bedenk ik me nu. Dus dat ligt dan onder in dat zakje, zodat dat ook nog extra geurt. En vervolgens kan ik het blokje weer hier opleggen. En dan ruikt de wc weer heel erg lekker. Ik weet niet precies welke geur ik heb, omdat ik die cadeau gekregen heb. Dus dat kan ik jullie helaas niet vertellen. Dit kastje is trouwens nieuw op de wc, in plaats van het open kastje, want dat vind ik toch wel veel stof. Dus ik heb daar even nog een bakje neergezet voor maandverband en inlegkruisjes. Ik gebruik zelf nu niet echt natuurlijk, maar ik vind het wel fijn als er op bezoek komt dat ze altijd iets kunnen pakken, mocht ze het nodig hebben. En uiteraard een nieuw wc-blokje erin. En ik dacht voor de feestdagen is pepermunt wel heel erg fijn. Want ik vind dat altijd een beetje kerstachtig ruiken. Dus dat heb ik erin geplakt. En dan is de wc weer helemaal schoon. Dan heeft mijn broertje de bank van mij verschoven. En dit kwam er allemaal onderuit. Niet normaal. Ik moet echt van die plakdingen onderaan de bank gaan doen, denk ik. Dat niet meer eronderin gaat. Maar ja, elke keer verbaas ik me erover hoeveel de kittens onder de bank kunnen krijgen. En hoeveel haren eronder liggen. Underneath the Christmas lights. You know me so well. Nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. I just wanna fall. All in love. Just wanna fall in love. Christmas is knocking outside our door. Let's let it all in, children. Been waiting. They can't wait for the festivities to begin. Ik ga ook het vloerkleed verwisselen. Deze moet echt nodig in de was. Want ja, een van de katten heeft daarop overgegeven.
En ik heb een ander vloerkleed dat ik meteen terug kan leggen. Dat is wel echt heel erg fijn. Eerst had ik dat niet. En dan moest ik dit ook oppakken en wachten tot het droog was. Maar omdat ik de bank natuurlijk zelf niet meer echt chill kan verplaatsen, is het fijner dat daar meteen een nieuwe onder kan. Dan kan die andere rustig in de was en daarna rustig drogen. Mango en Pietjes krijgen altijd tot zoomies als ik dat doe. Ik weet niet waarom. Maar ze vinden het helemaal geweldig dat daar dan iets zwarts ligt. Ik vind het niet zo chill als ze daar heel veel op gaan liggen. Ik heb het zwarte laten liggen. Normaal stroom ik ook daaronder. En met dat zwarte bedoel ik de anti-slipmat. Maar het was daar niet echt smerig onder. En ja, om toch een beetje energie te sparen, dacht ik, ik laat hem liggen. En dan komt dat wel weer na de bevalling. Er kwam toch een nieuw vloerkleed op. En omdat daar een vloerkleed ligt, is het daar ook niet stoffig, niet vies. Want we lopen daar niet. En ik heb dat nog redelijk recent gedaan. Voor jullie beeldvorming, ik heb wel genoeg pauzes tussendoor gepakt. Maar aan het einde van de video merkte ik toch dat ik misschien net iets te veel heb gedaan. Wat ook niet gek is als ik bedenk, nu ik dit geëdit heb, hoeveel ik toch uiteindelijk gedaan heb. Want ik zei nog dat ik niet ging deep cleanen, maar dit is toch wel een soort van deep clean. Ik heb ook de bank nog even gestofzuigd, ook het andere deel. Maar dat heb ik niet voor jullie op film, omdat de batterij leeg was en ik had dat niet in de gaten. Dus ik heb hem daarna wel gewisseld, maar dat stukje missen jullie. Silent night, I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the streets and apart. Uiteraard moesten Mango en Peaches meteen op het nieuwe vloerkleed liggen. Heel erg handig als je dat recht probeert te trekken. Dus ik heb ze op een gegeven moment toch maar eraf gepakt. Ik heb trouwens zo'n set van de H&M aan, voor zwangeren. Volgens mij ook wel voor daarna, maar ja, sommigen zeggen dat dat een beetje uitlemmelt door je buik nu. Maar ik heb niet de illusie dat ik meteen buikvrij ben na de bevalling. Maar dit zit zo lekker. Ik had het echt de hele dag in schoongemaakt en ja, het voelt echt gewoon als een soort pyjama. Zo ziet het misschien ook een beetje uit, een soort huispak eigenlijk. Maar het voelt echt heel erg fijn. Dus mocht je ook zwanger zijn, ik vond het echt wel de moeite waard om daarin wel te investeren. Gertjan helpt natuurlijk even met het terugzetten van de banken. Ik heb een beetje meegetild, maar niet heel veel. Het ziet er erger uit dan het is. Gewoon om dat zoveel mogelijk te ontlasten natuurlijk. Maar de bank moet wel terug en ik hoop dat dit een van de laatste keren is voor de bevalling dat ik dit hoef te doen. Normaliter kan ik de bank ook wel schoonmaken door daar even met een stofzuiger achter te staan. Dus ik doe dan eerst met een föhn alle haren eronder uit föhnen en dan zuig ik ze op. Dus waarschijnlijk ga ik dat op die manier doen. Of ik vraag even mijn zusje of zo dat die dat schoonmaakt. Maar goed, moet even kijken hoe alles loopt. Het andere vloerkleed gaat in de wasmachine. Zodat dat weer helemaal schoon is. En ja, volgende keer als ik het wil wisselen, dat ik dit weer erop kan leggen. Ik ben trouwens ook heel erg blij dat we voor deze stoelen zijn gegaan, want het microvezel is heel makkelijk schoon te maken. Ik moet wel wat meer stofzuigen natuurlijk in plaats van die nep leren stoelen, maar dat is helemaal niet zo erg. De kattenharen gaan er heel erg makkelijk van af, kruimels ook. En vlekken heb ik nog niet erin gehad, maar ja, je kunt het heel makkelijk met een lichtvochtige doek afnemen. Dus ik ben heel erg blij dat ik voor die stoelen ben gegaan. Dan ga ik natuurlijk nu nog alles stofzuigen en daarna nog stomen. En dan heb ik echt genoeg gedaan. En dan is de hele verdieping wel weer lekker schoon en klaar voor de kerst. Deze komende week heb ik het gewoon een beetje bijgehouden. En ga ik het nog bijhouden, zodat het met kerst nog steeds lekker schoon is. Maar het grootste werk is dan in ieder geval al gedaan. You're my messenger.
Ik heb zelf super veel zin in de kerstdagen. Als jullie dit kijken, is het natuurlijk al bijna kerstavond, want het is dan de 23ste. Ik heb er echt zoveel zin in, jongens. Het is natuurlijk ook de laatste kerst met ons tweetjes. Volgend jaar is ons kleine meisje er ook bij. Maar eerst 2024. Het begin wordt echt sowieso wel superleuk. Ik heb natuurlijk verlof en rond februari verwachten wij ons eerste kindje. Dus ik ben helemaal excited. Ook wel vind het ook wel een beetje spannend, eerlijk gezegd. Maar helemaal leuk op wat er op ons af gaat komen. En ik weet zeker dat het een heel mooi jaar gaat worden daardoor. Don't get me wrong, ik weet dat het ook een zwaar jaar kan gaan worden. Maar ja, het is wel iets wat wij heel graag willen en waar ik dus ook heel veel zin in heb. Oh ja, ik zal ook nog even mijn kerstplannen met jullie delen als jullie het interessant vinden. Kerstavond dan zijn we met z'n tweetjes, dus dan eten we gewoon thuis. En daarna speelt Gertjan sowieso mee met een deel van de harmonie. Gewoon op straat, ja, om gewoon gezellige kerstliedjes te spelen. Na de kerkdienst is dat. En dan gaan we gewoon in het dorp op verschillende plekken kerstliedjes spelen. Het ligt er een beetje aan hoe ik me voel of ik ook mee ga spelen, maar anders ga ik gewoon mee voor de gezelligheid. Eerste kerstdag hebben we kerst bij mijn ouders en dan komen ook mijn opa en oma en opa. Dus dat wordt ook gewoon heel gezellig. En tweede kerstdag gaan we naar het zusje van Gertjan en haar vriend. Dus ja, dat is ook altijd. Dat is gewoon, gaan we volgens mij pizza retten, ook wat minder formeel allemaal. Heel echt chille vibe, ik vind dat zelf heel prettig. Zeker nu ik natuurlijk zwanger ben. En meestal doen we daarna ook nog spelletjes en zo. Dus ja, ik heb er echt helemaal zin in. Dus dat zijn in ieder geval mijn kerstplannen. Mocht je het leuk vinden, kun je in de reacties delen wat jouw kerstplannen zijn. Vind ik altijd heel erg leuk om te lezen. Ik krijg trouwens heel erg vaak de vraag waar mijn stoomreiniger van is. Die is van Black & Decker. Volgens mij heb ik de 17-in-1, maar ik gebruik niet alle onderdelen. Dus kijk even of dat voor jou ook van toepassing is, want dan kun je misschien ook een minder aantal in 1 bestellen. Want het gaat gewoon om dezelfde stoomreiniger, alleen heeft de ene meer accessoires dan de ander. Ik zal hem ook nog even linken in de beschrijving. Ik doe dat meestal altijd, maar soms vergeet ik het. Dus dan weten jullie dat. En nadat het stomen klaar was, heb ik voor jullie nog de eindbeelden. Ik heb overigens ook de gang gedaan, maar het licht beneden is daar kapot. Dus dat kon ik heel erg lastig voor jullie vastleggen, omdat die beelden een beetje vertraagd waren. Dus dan weten jullie dat. Die heb ik wel gedaan. Ik heb wel een eindshot daarvan, maar niet echt het proces zelf vastgelegd. Dus de hele benedenverdieping is weer lekker schoon. Ik hoop dat jullie met deze video heel veel motivatie hebben gekregen om in je eigen huis nog aan de slag te gaan vlak voor kerst. En natuurlijk wil ik jullie, jou en je familie een hele fijne kerst wensen. Hele fijne dagen. En als je geen kerst viert, natuurlijk ook gewoon hele fijne dagen. En dan zie ik jullie na kerst weer, op derde kerstdag om het zo even te noemen, bij een nieuwe woensdag video. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie woensdag weer. Doei! Waking up on Christmas Day, tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No.